Hallo kijkers, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Prismacht. Volgende ding ben ik hier gebleven. En nou ja, we hebben dus nu wat meer celletjes. De was- en de schoonmaakkasten, die hebben we nu ook in ieder geval. En ik wil deze aflevering dus sowieso de gezinscellen en de kinderdagverblijfjes neer gaan zetten ergens. Ik weet nog niet precies waar, maar ik ga er waarschijnlijk vanuit hier een beetje in, beneden. Dus dan ga ik even alvast een blauwdruk hierbij toevoegen. Dus dan moet deze cel helaas weg. Maar dat maakt op zich niet heel wat uit, denk ik. Dus daar komt dan gewoon een gangetje van 2 bij 2. En hoe groot moeten die gezinscellen zijn? 4 bij 4. Iets van 6 bij 6 heb. Zo groot moet het celletje dan worden. Dus als ik er daar iets van 20 van hier bij kan zetten, dan moet dat wel genoeg zijn. En dan moeten we hier een beetje ook aan het begin de kinderdagverblijf ergens neer gaan zetten. Misschien kunnen we dat hier wel doen. Oké, ik ga dus eerst even zo zo'n gangetje hier maken. Waarbij dan gewoon een lekker grote, in C grote kinderdagverblijf komt. Dit is dan het hele kinderdagverblijf gedeelte. En dan hebben we hier dan nog een gangetje die dan, oh, niet zo. En zo. En dan gaan we eens even kijken hoeveel we hiervan kwijt kunnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oké, dan moeten we er nog wel wat meer bij hebben. 14, 15. Oké, dat is aan deze kant dus. Dan betekent deze al eentje minder. Oh. 16, 17. Dat was volgens mij 15. 16, 17. En dan moeten we hier nog even 3 bij hebben. 19. Nou weet je wat, dan zetten we er hier gewoon nog eentje bij. Hou deze dan gewoon weer zo. Het is iets minder grote kinderen dan verblijf, maar dat moet dan prima zijn. Ah! Oh, kijk. Onder onderzoek. Jongens, jullie hebben het weer verpest. Oké, dus nu hebben we er 20 gevangeniscelletjes. Hey, jammer. Hier hebben we nog een end gegraven. Daar ook nog één. Het is maar goed dat ik dat nu tegenkom. Waar er nog meer ontsnapt. Vissen zijn gegaan. Oh, het is maar goed dat ik hier dit vorige aflevering heb neergezet. Toen dachten ze van shit, ze hebben daar net wat gebouwd. Paniek. Oké, ik ga hier dan. Ja, ik ga hier dan gewoon een boiler neerzetten, want hier is het namelijk alles al een beetje bij elkaar. En dan maken we deze gang gewoon niet verder. Maar dan kunnen we wel vanaf hier natuurlijk nog wel bij komen. Zet ik hier gewoon even wat van die dingen neer. Hier. Oh, ik denk dat deze twee. Oh, hier moet ik nog even wat bankwater bij komen. Dan zet ik deze gewoon zo neer. Oh nee, wacht, dat kan natuurlijk niet. Zoiets. Oké, nu ze daarmee bezig zijn, ga ik ook alvast eventjes weer een lekkere fundering hier bouwen.
En dan gaan we hier natuurlijk ook weer zo'n patrouille omheen laten lopen. Dit is volgens mij 4x4, dus dan zet ik hier gewoon een 4x4 gebeuren neer. Oké, deze moet dan weg hier. Zoiets. Dus een nieuwe radiopresentator, oké. Radio's. Zijn televisies. Sorry jongens, maar de radio's moeten weg. Dat zijn volgens mij de enige radio's die ik heb. Die muren mogen ook alvast gesloten worden, dat is misschien wel een beetje riskant. Nee, eigenlijk niet. Je moet gewoon gas aan. Serieus? Hoe de hel wil dit allemaal niet aangesloten worden? Misschien heeft dat met de waterleiding te maken. Dat het water gewoon niet zo ver komt. Oké. Hier moet je weer een stroomlijndingetje aan. Ja, die kan het nog makkelijk houden. Helemaal toppie. Zo, een aantal deurtjes. Zodat ze in ieder geval nog wel binnen kunnen komen. Dat ze daar vandaag weer als. De bouwvakkers altijd weer vast komen te lopen te zitten, omdat ze zichzelf altijd weer opsluiten. Dat gebeurt echt altijd. Hey, er is een bewaker dood. Dat is niet de bedoeling. Ik wil weer tuinermannen aannemen. Tuinermannen? Ja, goed voor Nederlands. Dat werkt. Dit is misschien wat meer van deze grotere dingen geef, zoiets. Ach ja, kijk wel. Ik ga in ieder geval even de houten. Was aanleggen. Dan doe ik dit ook alvast even bij, denk ik. Zo. En nu de gezinscellen. Hoe ga ik dat allemaal een beetje inrichten?
Sowieso overal een beetje gevangenisdeuren. Dat lijkt me natuurlijk wel handig. Het is natuurlijk wel een gevangenis. Het is geen normale kinderdagverblijf. Gebeuren. Zo. Ah, ik heb juk aan mijn oor. Dat is ook altijd heel fijn. Zo, lekker alles aan bouwen. Altijd fijn. Oké, dat zijn de laatste muurtjes. En dan ga ik nog natuurlijk ook nog hier even stroom aanleggen, omdat ze daar nu weer bij kunnen. Zit dan met het werk. Dit mag alleen maar personeel zijn, natuurlijk. Overal van die gezinscelletjes en hier het kinderdagverblijf. Oké, de blauwdrukken mogen wel weer weg. Dat is natuurlijk allemaal niet nodig, want dat is altijd een beetje irritant om daar overheen te moeten kijken. Oké, een bed, een wc, kinderbedje en een douchekop. Bed, kinderbed, wc, en een douchekop. Natuurlijk ook een afvoer, dat lijkt me ook wel een beetje verstandig om natuurlijk te hebben, want anders overstroomt het heleboel. Dat betekent dat ik de waterleiding ook niet onder de buitenrand hoef te leggen. Hoe zit het nou met de temperatuur? Oh ja, dat is veel beter. Oh ja, aan deze kant moeten we natuurlijk wel eventjes... andersom aanleggen, want ze hebben dat probleem alsnog. Oké, snel klonen. Ah, dat kan natuurlijk niet. Dus hier moet dat dan precies een beetje andersom. Hier een hoek de wc. En dan hier de afvoer en de douchekap. Ik heb hier wel. Kloon, dus die kunnen we hier mooi ook overal neerzetten. Leg ik hier ook alvast even zo'n mooi mozaïekvloertje bij. Oké. Oké, daar komt weer een wc aan. Oké, dan klon ik deze nu even mooi. Nee, dat is de blauwdrukken. Zo, even lekker al het geld verspillen. Nou, verspillen. Dat is eigenlijk niet verspillen, maar oké. Hoppakee, dat heb ik ook wel weer klaar.
even te kijken, want volgens mij heb ik geen radio's meer, maar ik zit nu even goed te kijken of ik er toch wel een aantal heb. Nee, maar niks. Ja, en nu moet de kinderopvang natuurlijk nog een beetje gaan regelen. Aantal serveerstations hier aan het begin. Wat van die. Ja, ik zet gewoon hier ook een aantal tegen de muur aan. Wel grappig om te doen. Ik kan hier eentje neerzetten, hierheen, hierheen, hierheen. Oké, wat is dat het eetgedeelte ongeveer? Kinderbedje, een bank. Nou ja, bank hadden we al, een kinderbedje in de speelmat. Speelmatten gaan hier mooi een beetje achterin. En dan hebben we de kinderbedjes nodig. Die zitten gewoon hier een beetje in het midden. Zet ik gewoon allemaal een beetje op de rij. Hoppakee, dat is ook helemaal gevuld. Dat heeft me veel geld gekost, maar hey, je hebt toch wat nodig. Gevangenen aanwezig zijn. Wat? Er zijn geen gevangenen aanwezig die in deze kantine moeten eten. Moet ik ze dus allemaal individueel gaan klikken. Dan doe ik dat. Vier uit de één. Oké, er zijn nu wel mensen die willen die gaan eten. Nou, ik ga nu in ieder geval deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat ik van de gif van mijn kanaal. En zie ik van een keer weer. Later.